wil ik graag wethouder Joost naar voren roepen voor zijn openingswoordje. En daarna gaat het openen met het dansen van de lijn. Dus. Goedemiddag allemaal. Heel kort, mijn naam is Joost Hendricks, ik ben wethouder in de gemeente Kuik. Hartelijk welkom hier bij dit mooie initiatief. Voor de eerste keer toen we aan tafel gingen, bestond corona nog niet. Hè? Dat is al eigenlijk al. Wat mij enorm aanspreekt aan dit initiatief, dat zou ik toen gezegd hebben, is dat we toch op zoek zijn tegenwoordig naar meer verbinding, meer cohesie. Vooral ook in een wijk als deze, de Heeswijkse Kampen. Waar we toch allemaal een beetje, nou ja, ook wel dat we naast elkaar heen wonen, maar de laatste jaren daar toch ook wel een verandering in te herkennen is. Dus dat zou mijn oorspronkelijke praatje geweest zijn. Nu leven we in het coronatijdperk, nog even in ieder geval, zeggen we maar hoopvol. En we hebben volgens mij allemaal gemerkt dat de behoefte aan ontmoeten en verbinden nog belangrijker is dan we al dachten. Dus het was al een goed initiatief, maar het is zeker nu heel erg op zijn plek om voor iedereen, los van welke achtergrond je hebt, dat doet er niet toe, samen te komen, samen iets te beleven. Want als we iets geleerd hebben uit het coronatijdperk, is dat we elkaar ontmoeten, met elkaar spreken. Als dat niet meer kan, en dan niet alleen digitaal, maar echt face-to-face. Als we dat moeten missen, dan missen we ons wel echt iets in ons bestaan. Een heel groot woord van dank namens de gemeente aan de initiatiefnemers, aan de vrijwilligers, die goed te herkennen zijn aan hun blauwe shirts. Jullie doen het allemaal bij in jullie eigen tijd. Fantastisch, heel erg bedankt. Laten we hopen dat dit de team is. Ja, dat mag ook klappen. Dat is zeker. Hopelijk is dit de kiem voor iets moois wat vele jaren gaat bestaan en steeds groter gaat worden. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ik wens iedereen een hele fijne dag, fijne middag, want het is wat korter dan de volgende plannen. En mij is gevraagd om, volgens mij zit het hier, de stars uit Koesbeek aan te kondigen. Die gaan het programma over. Dank u wel en veel plezier. Joost, nogmaals hartelijk dank als bereid in de gemeente dat we toch deze plek mogen hebben. Dat we ook na de gesprekken met de nieuwe coronamaatregelen hier een dag mogen staan. En bedankt aan de Barcelona, alsjeblieft. Laat toch maar lekker dat publiek met het gezicht staan. Zelfs me lekker. Thank you.
Oyame, ani koyana, so ami, ani koyana. Daar is hij dan, de buurtcamping Kuik. Voor het allereerst, helaas, iets gekrompen van 3 dagen na 1 dag. Het is niet anders. En bij mij Robert en Jeanne, nou ja, mede-organisators van dit geweldig festijn. Jeanne is een beetje door haar stem heen, dus ik denk dat Robert heel goed het woord kan doen. Robert, hoe gaat het? Vertel vandaag. Nou, het is zo dat wij hier in Heeswijk de eerste pop-up hebben van de buurtcamp. Zoals je al aangaf, zijn er nieuwe maatregelen door corona, COVID-19, aangescherpt. Dus we mochten geen 3-daagse evenement organiseren van de gemeente. De men mocht hier ook niet slapen. Maar we willen de buurt en vooral het land van Kuik laten zien wat de buurtcamping inhoudt. En vandaar dat we deze dag georganiseerd hebben met een paar tentjes erbij. Dat de mensen het idee krijgen wat er volgend jaar echt gaat gebeuren hier op dezelfde plek. Ja. Het voordeel is, als men hier logeert, kunnen de buurtmensen, en dat heet ook buurtcamping, gewoon binnenkomen en langskomen en gezellig met hun aanschuiven. En dat is dus die interactie die wij willen weergeven. Natuurlijk gaat dit allemaal wel wat geld kosten. Hoe komen jullie aan die financiën hiervoor? Nou, in financiën komen wij door verschillende stichtingen. Weet het, Buurtcamping Kuik is een stichting. Nou, die heeft van verschillende stichtingen krijgen wij dus geld. Ook van Jantje Beton en dergelijke. En daarnaast ook via vele sponsoringen. En van daaruit wordt het gefinancierd. En we hebben natuurlijk steun vanuit het landelijk punt van de buurtcamping. En zij steunen ons in de PR, in de marketing en dergelijke. Wat wij dus juist naar buiten kunnen dragen. Ja. En Jeanne wil ook iets zeggen. Oh, ze kan iets zeggen? Nou. Het Oranje Fonds en het VSB Fonds, daar krijgen we ook budget van. Kijk, dus er komt van veel kanten wat geld binnen. Is dat iets om nu dan ook door te pakken na volgende jaren weer? Want
ja, zoals het nu ging, is het natuurlijk hartstikke mooi vandaag, maar niet wat eigenlijk de opzet was. Is dit een start voor meerdere jaren? Ik denk dat dit zeker een start is voor meerdere jaren, maar ik denk dat het ook een start is naar een nieuwe toekomst. Want zoals iedereen weet, volgend jaar zitten we in de herverdeling, dan zijn we het land van Kuik. Zijn wij de derde grootste gemeente van Noord-Brabant. Maar dan kan het niet alleen Kuik gedaan, maar als we in Kuik dat goed neer kunnen zetten, kunnen we dat ook oppakken en dan kunnen we dat ook in Boxmeer neerzetten, in Wandrooy, maar ook in Sint-Antonis. En dan breid je het uit en dat is het mooiste. Als je nu in Amsterdam kijkt, bijvoorbeeld, die hadden afgelopen jaar ook in ditzelfde genre, zeg maar 10 buurtcampings. Utrecht had dat ook en Den Haag had er zelfs 12. Dus dan is het mooie als je straks als één geheel, als Land van Kuik, de nieuwe gemeente, het uit kan breiden naar de verschillende hoeken toe. Ja. Nou ja, dat zijn natuurlijk toekomstplannen. Eerst maar eens kijken hoe het inderdaad in Kuik gaat verlopen natuurlijk. Jullie doen dit niet alleen, hè? Jullie hebben waarschijnlijk gigantisch veel vrijwilligers erbij. Absoluut. Naast Jean natuurlijk in het bestuur zit, er zijn er 5 bestuursleden. Maar daarnaast draait het en staat het inderdaad door de vrijwilligers. En zonder hun had het absoluut niet plaats kunnen vinden. Want zij dragen dit event. En het zou, ja, een grote compliment, dan dit kan ik niet aan de vrijwilligers meegeven. En dat is echt gewoon een dikke duim waard. Nou ja, de buurtcamping. Maar voor wie is die nu eigenlijk bedoeld? Voor mensen die hier wonen, voor de omgeving, maar verder? Nou, de buurtcamping is eigenlijk bedoeld voor iedereen. We staan hier in Heeswijk, maar nogmaals, iedereen uit Kuik-Noord, Beugen, Boxmeer is welkom. We hebben een beetje een onderscheid in gemaakt. Dus 1/3 is voor mensen met een kleine beurs, 1/3 is voor de vrijwilligers. En 1/3 is voor, ja, iedereen die zich aan wil melden, kan zich aanmelden. En kan 3 dagen genieten van een geweldige feest, geweldig festijn, heerlijke barbecue, poffertjes bakken voor de kinderen, springkussen, alles is aanwezig. Illusionisten, artiesten komen langs. Ja, dat is gewoon een feestje op zich. Dus ik wil tegen iedereen oproepen. Volgend jaar kom naar onze website toe, ga boeken en iedereen is welkom en geniet hier 3 dagen van een geweldig buurtcamping Kuik. Nou, dankjewel. Deze oproep die geldt dan vast mooi voor volgend jaar en alle jaren die er nog gaan komen. Dankjewel voor jullie tijd en de moeite en nou ja, heel veel plezier vandaag nog. Komt helemaal deze goed. Prachtige buurtcamping. En het laatste woord is natuurlijk voor Sjane. Nou, we hebben gewoon een quote en dat is namelijk: wij geloven in de kracht van ontmoeting en dat is wat er hier gebeurt. Dankjewel. Dankjewel. Er staat een foodtruck en daar wordt dadelijk een workshop pannenkoekenbakken gegeven met versieren als op en eraan. Dus als het thuis totaal niet lukt met je pannenkoek, ga daar naartoe met Fred van der Valk en zijn collega gaan helemaal uitleggen hoe je de beste pannenkoek van Nederland kan bakken. Zekerlijk de beste pannenkoek van het land. Of amazing.